Westerveld, drogisterijen. En daarna heb ik het omgedoopt tot Hermanusje van Alm. Ons assortiment is wat breder dan mijn collega's, die grote jongens. Die hebben alleen de hardlopers, zeg maar. En wij hebben dus ook de artikelen die minder hardlopen, maar waar de mensen toch behoefte aan hebben. Maar weet je wat zo lekker is? Je hoeft niet alles weg te gooien, zit er maar niet te brengen. Nou, zo de tranen. Ja, de bomen, hè. Ja, de hazelaar. Wat te jank. Oké. De deur gaat vanzelf dicht, hè? Ja, veel tweeverdieners die hier in de buurt wonen. En erg veel passanten, want de Jordaan is natuurlijk toeristengebied. Dat is een kroepketel, noemen ze dat. Dat zit een verwarmingselement in en water. En er komt de stoom uit. En dan ga je daarvoor zitten en dan, ja, dan lost het slijm op. Nou, tegenwoordig heb je slijmverdunners in vorm van geneesmiddelen. Bruistabletten. Wat bijna niemand meer heeft, dat zijn de skrekvriestijfsel bijvoorbeeld. En dat maak ik dus zelf. Ik heb mijn eigen recept onder de naam Kreukvrij. Yeah. En ik kan nog aan blauwsel komen, dat is ook nergens meer te koop. Om je het wasgoed optisch wit te maken. Maar ook aan schilders. Die doen het door de witte muurverf om het plafond witter te doen lijken. Ja. Ooit, ik denk een jaar of 25 geleden. Toen had ik met de kerst had ik een keer een ballentent gemaakt. Ik had een kerstbal gemaakt met een tentje erover. En dat noemde ik ballentent. Nou, mensen vonden het allemaal zo leuk. Dus ik ging gaandeweg steeds meer van die voorwerpjes tussen mijn etalages zetten. En op een gegeven moment is het alleen maar dat geworden. Worden is een soort woordenboek, maar dan in beeld gebracht. Ja, allemaal erop. Allemaal erop. Ja, ik heb gecheckt wat erin zit. Het is goed hoor. Dus je zakje erop. Zie je wel. Dat is goed. Voor alles wat een beetje staat. Die zaak is dus van mijn dochter en mij. Het was toen nog van Westerveld, ik was hier filiaalchef. En we woonden achter de zaak. En Linda die heeft hier nog als baby rondgekropen hier in de winkel. Het is dus een echte winkeldochter, ja. En mijn schoonzusje Beb, die werkt hier ook. En we hebben nog wat personeelsleden. Oh ja, hè? Hoe was het? Niks, echt niks. Niet weten. Nou, in het huis. Bij ons huis. Echt niks. Waar zo? Met wie? Ik vind het fijn, dus eieren. Oh? Dat is echt drinken niks. Ik heb bijna een spuiter in je laag nemen. Ja. Echt niet. Erg als je zo eindigt. Ja. Ja, als je zo moet eindigen. Ja, dat is verschrikkelijk. Nee, dat hoeft maar niet. Ja, je moet het maar afwachten. Het is niet anders, je hebt geen keus. Je hebt geen keus, nee. Je moet wel. Maar het is niet leuk om het zo mee te maken. Nee. Die meiden hebben ook altijd zijn heel leven hard gewerkt. Ja. En dat je er zo moet aandigen, vind ik. He? Wat hebben ze geld, wat hebben ze nou? Niks. Helemaal niks. Ja, dat is treurig. Ja. Goedemiddag. Ja, dag. Ja, hoe is die jongen? Dag.
zwarte Lola weer achter de raam. Dat was de eerste negerin hoer in Amsterdam. Zwarte Lola. En als schijntje had ik die in een etalage neergelegd. Maar iedereen die wilde hem toen kopen. En ja, dit is de blonde uitvoering. En die verf ik dus in de kledingverf. En dan heb je een zwarte Lola. Ja. U weet het al, hè? Ja. G2 geel. Ja, dit is het. Ja. Ja. Dit is 10,25. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, dit is 15. En dan komt er nog een dubbeltje. Nog een dubbeltje. Nog twee staan. Dank u. Heel goed. En ik heb nu goed. Ja, zeker. Hartstikke bedankt. Tot ziens. Ja. Als geintje had ik een keer echt ooievaars kruid gegeten. Ja, dat was als je ergens nieuw werkte, dan werd je dus erop uitgestuurd om dat te halen. Maar het bestaat gewoon helemaal niet, ooievaars kruid gegeten. Dus ik had een potje vaseline genomen en had ik een heel mooi etiketje gemaakt, ooievaars kruid gegeten. Dus als iemand erop uit werd gestuurd, dan kwam hij dus mee terug en dan was de hele grap dicht natuurlijk. Waar moet je chocoladecrème gaan verkopen? Chocoladecrème? Ja, dan moet je dat ze gemasseerd worden met chocolade. Ja. Oh ja, dat is een goeie. Ja. Ja.